Hamdi Akuyobi, we staan hier dag voor de Markermeer derby, de wedstrijd tegen FC Volendam, thuiswedstrijd. Overwinning, is dat het enige wat telt? Ja, sowieso. Ik denk dat iedere wedstrijd het doel moet zijn. Voor de rest, we gaan gewoon ons best doen, man. Dat is mooi meegenomen. Eerst even wat anders. Jij bent in ieder geval nog een jaar langer bij deze club. Dat bericht kwam deze week. Mooie zet, of niet? Nee, zeker. Ik ben de club ook dankbaar voor hun vertrouwen. En wellicht iets moois voor in de toekomst. Ja, blijk van vertrouwen is dat het belangrijkste wat daar ook uitspreekt. Doet dat je goed? Ja, zeker. Ik denk als speler en als persoon. Dat het sowieso iets moois is als de club je waardeert. Ja, heb je dan ook het gevoel dat je je ontwikkeld hebt en dat dit een beloning daarvoor is? Nee, zeker. Zeker waar. Ik denk dat ik me nog meer kan ontwikkelen, maar het gaat zeker de goede kant op. Ja, nu dus in de Eredivisie, de laatste paar speelrondes, ze komen toch zo langzaam en zeker in zicht. Het is voorbij gevlogen, zou ik haast zeggen. Morgen dus tegen Volendam, wat verwacht je dat zij op de mat gaan leggen morgen? Ik heb niet echt per se verwachting. Ik denk dat ze gewoon volle bak erop willen gaan. Maar zoals ik al zei aan het begin van het interview, we gaan gewoon voor de volle 3 punten. Ja, zij hebben natuurlijk eigenlijk niks meer te verliezen. Denk je dat dat nog van invloed gaat zijn op de wedstrijd morgen? Nee, ik denk het niet. Iedere wedstrijd is voor ons hetzelfde. Ja, maar misschien wel tegen een ander soort tegenstander. Ja, tuurlijk. Maar ja, je bekijkt de wedstrijd gewoon hoe het gebeurt. Dus we zullen het zien. Ja, ben jij ook een van die vele spelers die zegt helemaal niet bezig te zijn met de ranglijst of iets dergelijks? Nee, zeker niet. Ik bekijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En dan zien we aan het einde van het seizoen wat er gebeurd is. Ja, is dat ook de manier om de focus te behouden? En niet zoals bijvoorbeeld een Heracles een aantal jaar geleden toch in die fuik te lopen? Persoonlijk voor mij helpt het wel. Ik denk voor het team ook. We moeten gewoon doorgaan waar we mee bezig waren. En dan denk ik wel dat het goed komt. Ja, jullie krijgen nu 3 wedstrijden in 8 dagen. Hoe kijk je daarnaar? Ben je daar blij mee? Ben je iemand die graag al die wedstrijden speelt? Of vind je iets meer rustig wel lekker? Nee, ik vind het wel fijn eigenlijk zoveel wedstrijden achter elkaar. Beetje Engels. Ja, precies. Veel succes in ieder geval. Dankjewel. Dankjewel.